Chocopop. Ik ben Marian Sandra, ik ben bijna 42 jaar. Ik ben een alleenstaande moeder van twee kinderen. Mijn oudste zoon is bijna 20 en mijn jongste bijna 10. En ik woon in Mechelen op een appartementje met twee slaapkamers. Meer dan de helft van alleenstaande ouders heeft meer kans op financiële moeilijkheden. Sandra is daar één van. Alles mee. Licht uit. Kom, geef mij een handje. Waarom? Nee? Nee. Ik werk wel deeltijds in een winkel. Natuurlijk, deeltijds werken is maar deeltijds loon. Hier wordt eigenlijk niet veel voltijds aangenomen, dus voorlopig blijf ik nog wel deeltijds werken. De maand januari had ik wel geteld 888 euro van mijn loon. Had ik 130 euro alimentatie en heb ik onder de 8 euro kindergeld. En daar moet ik alles van betalen. Ik betaal al 550 euro huishuur. Dus dan schiet er niet veel meer over. Hè. Ik heb een keigoed appartement gevonden. Ik was alleen. En je merkt wel dat mensen zoiets hebben van oei, gaat hij dat wel kunnen betalen? Dag. En de huiswerk? Ja, morgen twee lepels meenemen. Je moet altijd zeggen dat je alleen bent. En dat je alleen bent met kinderen. Dus je moet dat eigenlijk al op voorhand zeggen en dan heb je direct een respons van oei, meestal lag ik dat wel weg. Omdat ik zoiets heb van ja, het is nu eenmaal zo. Hè. Dat mijn zoon soms thuis komt en zegt van zeg, den die heeft dat gekregen of den die doet dat. En dat ik dan moet zeggen van ja, maar ja, wij kunnen dat niet doen. En dat is wel spijtig. Ook Bea is een alleenstaande moeder. Zij heeft het ook niet breed. Ik ben Stevens Beatrice, ik woon in Hever. Ik ben bijna 47 jaar. Je ziet, brood wordt hier helemaal opgegeten, tot einde. Ik heb twee kinderen, een dochter en een zoon. En momenteel gaat er eentje werken en eentje is vol een bak werk aan het zoeken. Dat is het brood van een Albert Heijn en dat blijft langer vol dan ander brood. In 2014 heb ik dus het verdict gekregen van borstkanker. Ik ben al 4 jaar thuis, dus ik heb een uitkering van de ziekteverzekering. Oh, een privéparty. En nu ben ik dan bezig met een grandioos programma voor diëten. Het totaalpakketje met dus deze, €600. Ik ben dan naar de ziekenkast gegaan, omdat mijn zoon nog juist op het plafond zit van zijn inkomsten, zou ik 55%. Maar eigenlijk, als ze volgende maand gaat werken, val ik op 40%. Dan wordt hij hoofd van gezin. Ik zeg, ja, maar ik zeg, pa, zeg, ik zeg dan mijn kinderen, ik zeg, mij gaan onderhouden. Ik zeg, mijn leningen, hè, ik zeg, die blijven lopen. Ik zeg, die moeten per maand betaald worden. Ik zeg, ja, mijn kosten, mijn elektriek en mijn water, ik zeg, dat gaat niet omlaag, hè, tegen haar. Hè. Allee. Tot volgende week dan, hè. Oh, nu ga ik zoek maken. Zo. Bloemkolen en patatten, die dat er niet. Dat is perfect voor de soep. Dus overschotjes. Anders moet ik dat wegsmijten. Dus sla. Dus dat gaat mee de soep in. Wat heb ik hier nog? Tomaatjes. De bouillonblokjes. En anders zou je het allemaal wegsmijten. Maar je kunt dat dus allemaal bijhouden. En een soep van maken. Voilà, ze staat op. Iedereen moet eten. Ook wie het financieel moeilijk heeft. Sandra kan terecht bij de sociale kruidenier. Voilà, vandaag gaan we naar het sociaal profijtjes. Waar ze aan een goedkoper tarief een aantal producten kan kopen. Ik ben hier terechtgekomen via de sociale dienst. Die hebben dan gezegd dat dat hier was, want ik wist eigenlijk niet dat dat bestond. En ik vind dat wel een goed initiatief, want de prijzen zijn hier echt wel laag. Je gaat dat wel direct zien.
45 cent. Ik denk in de Carrefour dat die gemakkelijk 7 euro kost. Dus die gaan we meepakken. Ja, nu ga ik alles optellen. Dat ik straks niet vol verrassingen sta aan de kassa. Dus tel ik alles op. Dus dat kost mij nu, wat dat in de kar ligt, 5,16 euro dan. Het is niet zo dat je gelijk als in een gewone winkel kunt zeggen van morgen ga ik dat maken en dat maken. Nee, je moet echt kijken wat dat hier is en dan moet je eigenlijk daarnaast je boodschappen op baseren eigenlijk. Dus in die rijen, daar kom ik niet in. Als je dan weer zo'n goesting hebt voor te kopen, dus ik blijf daaruit. Dus eerst, dus het staat in reclame, dus een pak. Dus varkensrunds gehakt, 3,99 euro. Tegen anders is 6,98 euro, is 42% goedkoper. Dus dat pak ik mee. Hè. Ik denk zo dat ik per maand aan 400 euro eten drinken. We zullen eens naar de promoties gaan kijken. Je mocht 1 keer per week komen en dat is een jaar lang. En ik ben nu nog maar pas van na nieuwjaar hier. Dus ik heb nog een paar keer te gaan. Dat is dan 9,27 euro. Ik verwachtte dat ik dus 25 euro moest betalen, dus ik zit er goed onder. Dus ik heb maar iets van 16,70 euro. 17,95 euro. Het is een euro meer dat ik geteld heb. Ze. Ja, dank u. De maanden rond de feestdagen zijn het moeilijkst voor de alleenstaande ouders. Maar ook op verjaardagsfeestjes moet bespaard worden. Voilà, ze. De taart. Die ben ik in een bakker gaan halen. Om 7 euro had ik al een taartje. Want vandaag verjaarde onze Daan. Die wordt 10 jaar. Happy birthday to you. Happy ik probeer wel te letten op zijn verjaardag, dat het niet te kostelijk wordt, omdat dat toch maar één dag is dat je eigenlijk onnodige kosten doet. Dus ik wil niet dat dat de komende week, dat we daar eigenlijk moeten voor inboeten. In één keer, hè? Dan moeten we een zoon. Nog? Ik heb nog een cadeautje voor u. Bébé. Zo. Doe het open. 1. Nee, dit is niet waar. Nee. Goed? Ja. Vertel het eens. Wat hebben we gedaan? We gingen zwemmen in het centerpark met mijn beste vriend van school. En dan achteraf zijn we iets gaan eten in de McDonald's. En dan had ik ook nog een iTunes kaartje voor vandaag af te geven. Dat was dan toch ook 15 euro. Dus het zijn allemaal kleine bedragen, maar als je dat optelt, dan is dat toch wel wat geld. Ik heb hier straks een feestje voor een 17-tal personen, dus voor mijn verjaardag. En ik had beslist van dus spaghetti te maken, omdat de taart dus veel te duur uitkomt. En nu heb ik dan voor een 50 euro, kan ik voor 17 man dus spaghetti geven. Mijn kinderen die staan altijd op de eerste plaats. Mijn dochter die wou voortstuderen en ik kan moeilijk, of ik kon moeilijk, van tegen mijn dochter zeggen van ik heb het geld niet, je mag niet gaan verder studeren. 5 minuutjes en dan is er terug spaghetti. We hebben een oplossing kunnen zoeken met de buren. En dan heeft de buren eigenlijk het inschrijvingsgeld van de dochter eigenlijk voorgeschoten. Dus nu deze maand is het heel moeilijk en ga ik mijn rekeningen moeilijk kunnen betalen. Doordat ik al zo lang zo leef, ben ik dat gewoon. Voilà. Ik heb zoveel aan mijn kop en ik heb zoveel zorgen. Dan moet ik er allemaal bij pakken en dan moet ik nog eens een huis runnen en ik moet gaan werken en ik moet zien dat ik het allemaal kan blijven doen, dus dat is wel, mentaal is dat zwaar.
het zal verdelen zijn, hè, want het is het lessen. De mayonaise. Dus ik ben daar eigenlijk onbewust, ben ik daar wel altijd mee bezig om te zien van... Zien dat ik niet boven de 10 euro per dag uitkom voor te eten. De vaste kosten zijn toch wel het moeilijkste om te dragen eigenlijk. Omdat, of dat je nu met twee gaat werken en je steekt het licht aan, of je werkt alleen en je steekt het licht aan, dat kost evenveel, maar de ene moet het met twee betalen en de andere alleen. Oh, eindelijk mijn zetelinse. Iedereen is vertrokken. Dus kan ik wat tv kijken, want zo'n hele hoop mensen, amai mijn oren. Ze. Ja, sommige mensen zullen wel zeggen misschien van amai, hoe kan die zo'n grote tv kopen? Maar uiteindelijk heb ik die van mijn mama gekregen. Dus zij had nog één staan. Hoe dat ik de toekomst zou willen zien, dat ik gelukkig word en dat ik samen nog met iemand in een betere situatie kan leven en terug in een koopwoning. En het financieel, dat we gewoon kunnen doen, ons goesting doen. Hoe dat ik mijn toekomst zie, is ik hoop dat ik ooit eens een man ga leren kennen, een goede man. Dat ik eens een keer buiten kan komen, dat ik eens een keer op reis kan gaan. Onnozel ding is hetgeen dat mensen alledaags vinden, dat is voor ons niet alledaags. Daan? Ja? Het is slapentijd, hè? Ga jij tanden poetsen? Ja, dat zie ik voor mij in de toekomst. Slaap wel, mama. Slaap wel, jongen. Ja. Tot morgen.